Huisarts en onderzoeker Shakib Sana en internist Robin Petrus van het Erasmus MC. Uh, jullie hebben vorige week samen als het ware een oproep gedaan: van uh, denken om in sommige wijken is het heel lastig om mensen naar de vaccinatiepunten te krijgen. Hoe waren de reacties op die oproep? Um, ja, heel, heel positief eigenlijk. Uh, heel, veel, heel veel steunbetuigingen van mensen. Ook heel veel uh, mensen die hulp aanboden. Bedrijven in, in communicatie die hun hulp aanboden. En wat mooi was ook eigenlijk gelijk in het weekend al werden we benaderd door burgemeester van Rotterdam. En maandag ook door VWS, waar we zijn uitgenodigd voor een gesprek. om samen te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Nou, Oké, okay, dus er is echt wel wat in beweging gekomen. U zit hier nu opnieuw, omdat jullie eigenlijk samen zeggen. het is maar een, een, een signaal van een veel groter probleem. Hè? Wat is er aan de hand? Nou, het probleem is eigenlijk, je hebt de uh, informatiekloof op het moment en dat leidt, leidt tot vaccinatiekloof en uiteindelijk wordt de gezondheidskloof weer groter. En er zijn gezondheidsverschillen in Nederland, zijn heel groot. Je hebt wijken, welvarende wijken waar aantal ziektes niet voorkomen. Maar je hebt ook heel veel minder welvarende wijken... waar uh, ziektes als diabetes, uh, hart- en vaatziekten, obesitas, dus overgewicht... maar ook um, uh, psychosociaal problematiek heel veel voorkomt. Stress, depressie. Uh, stress is natuurlijk een, 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 een symptoom. En dat komt ook in die wijk heel veel voor. Werkt u in zo'n wijk waar dat gebeurt? Ja, ja ik werk in rotterdam Delfshaven En ik heb ook heel veel patiënten... Um, die ook met al die soort gezondheidsproblemen te maken hebben. En het zie je ook dat deze mensen nu al eigenlijk uh, aan de kortste eind trekken. Niet alleen vanwege covid-vaccinaties, um, maar ook hiervoor hetzelfde was, het probleem was. Waar deze mensen ook heel veel uh, qua diabetes, qua, qua preventie, alles blijven ze achter. Was al zo voordat corona begon, was... maar is nu nog sterker aan het licht gekomen? Of is die kloof ook echt groter geworden? Ja, die kloof die lijkt wel groter te worden. Omdat er nu, ja je ziet gewoon, er komt meer en meer aandacht voor preventie. Maar dat wordt toch wel heel erg veel ook gericht op de lokale, ja, de vaste kanalen. En het bereikt met name de vaste doelgroepen. En we maken ons juist met name ook zorgen om, om mensen uit die andere of lagere sociaal-economische klasse. om ook die te bereiken. En daar heb je gewoon andere strategieën voor nodig. Ja, en dat lukt dus onvoldoende met als gevolg dat corona daar harder toeslaat. Ja, welke, rol, welke rol kunt u daarin spelen als arts? Rol in uh, verkleinen van gezondheidsverschillen, bedoel ik Ja, ja. En, en ook die mensen, ja, dus die mensen bereiken als het ware. Ja, kijk, het begint eigenlijk. Het hele coronavaccinatie heeft een probleem heel feilus uh, heel blootgelegd. En de informatiecampagne is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, wij gaan niet bij mensen in huis, wij niet overheid, niet voor mensen gewoon eten, gezonde eten koken. Dat moeten mensen zelf doen. Wij gaan als, als artsen of um, als lokale overheid, moet je gewoon mensen informeren. Maar informeren, begrijpelijke taal voor die mensen. Als je een bepaalde website, hebt, mensen naar een website gaat laten, laten uh, verwijzen, maar die mensen die kunnen die website niet eens lezen. Mensen hebben geen internet vanwege hun inkomen. En nou, dan wordt het heel lastig dat zij ook een bepaalde gezonde keuzes maken voor, op basis van de goede informatie. Mm. En het is ook lastig op het moment dat je 50 euro hebt om te besteden per week, dan ga je toch echt die calorieke voeding kopen om vier kinderen de maag te voeden. Dan als ik, ja, ik kan wel makkelijk praten als ik tegen mijn patiënt zeg ga me gezonde voeding halen en de oh, maar biologisch naar de biologische voeding halen. Biologische ja, en dan o. is schaam ik om tegen een patiënt dat te zeggen. Als je zegt, dokter, ik ben bij de voedselbank geweest. Nou, en dat is het probleem. En de vaccinatiekloof ligt het probleem eigenlijk wel groter. En, en kijk, die mensen die bij u in de, in, uh, in de spreekkamer zitten. Die, die, eigenlijk op het moment dat ze daar zijn, zijn ze eigenlijk al te laat. Hè? In de zin van dan is er al zoveel aan vooraf gegaan. Wat, wat kunt u dan, wa, waar kunt u eerder iets voor, voor deze mensen betekenen? Je ziet eigenlijk al mensen die langzamerhand bijvoorbeeld suikerziekte, wanneer het gaat komen. Mensen krijgen niet meteen suikerziekte. Er zijn ook natuurlijk mensen die in één keer ontdekt, maar zijn langzamerhand suiker gaat stijgen. En je probeert die mensen ook eerder al te, te motiveren. En dat doen we ook. Met onze praktijkondersteuners, met onze diëtisten, doen we ook. Maar soms lukt dit niet. Want het probleem is veel, veel groter. Zoals ik zei, ik kan natuurlijk niet aan iemand die, um, die armoede heeft, en kan ook nog 50 euro erbij geven. Ik kan niet aan iemand die bijvoorbeeld heel, met heel veel stress te maken heeft, ook nog die stress weghalen. En de stress op zich al is een risicoverhogend voor, mm -hmm. uh, voor suikerziekte. Daar kan een collega ook heel veel over vertellen. En dat maakt het dus het probleem, dat het niet alleen een probleem vanuit de, van de eerste lijn is voor die patiënten, maar het gaat eigenlijk daarna door als ze die patiënt niet beter kan behandelen. En soms lukt dit niet, dan gaan zij bij hem op de afdelingsmarkt.